Het feit dat u niet in Oost-Vlaanderen woont, is de beste reden om niet op mij te stemmen, want u zal mij dan niet eens terugvinden op uw kiesbrief. Ik ben geboren in Gent, ik ben opgegroeid in Gerardsbergen, ik ben teruggekeerd naar Gent om daar te studeren en ik woon nu al 20 jaar in Aalst. En Oost-Vlaanderen is dan ook mijn natuurlijke biotoop. U vindt mij op 25 mei terug op de vijfde plaats van de N-VA-lijst voor het Vlaams parlement in Oost-Vlaanderen. Ja, elk heeft natuurlijk recht op zijn of haar afwijking, maar persoonlijk ben ik niet zo'n grote voorstander van een land met 6 regeringen en 7 parlementen, waar de Vlaamse meerderheid aan banden is gelegd en waar alle besluitvorming voortdurend geblokkeerd is. Als 6 miljoen Denen, 5 miljoen Finnen, 5 miljoen Ieren, 4 miljoen Kroaten, als die rechtstreeks in Europa vertegenwoordigd zijn, waarom dan niet 6 miljoen Vlamingen? Dat is althans mijn standpunt en als we na 25 mei België kunnen omvormen tot een losse confederatie, dan zetten we op dat vlak een gigantische stap vooruit. Ja, ik geef toe, ik heb inderdaad een ietsie-pietsie rechts profiel, maar volgens mij gaan rechts en sociaal perfect met elkaar samen. Ik ben zelf van bescheiden komaf en ik geloof heel erg dat je iedereen kansen moet geven. Maar wie kansen krijgt, moet ook kansen grijpen. Kansen gaan gepaard met verantwoordelijkheden, rechten gaan gepaard met plichten. Ik ben bijvoorbeeld voorstander van een kordate aanpak van de criminaliteit. En ik vind dat er wel wat meer respect mag zijn voor leerkrachten, voor treinbegeleiders, voor politiemensen. Als u dat allemaal terecht vindt, dan moet u inderdaad niet voor mij stemmen. Misschien met uw goede vriendjes, met Bruno Tobak, met Vrij van den Bossen of met Daniel Termont, maar ik dus niet. Om een of andere bizarre reden maakten die mensen enorme problemen over het feit dat ik in Aalst schepen werd. Ze hebben er zelfs hun eigen Aalstense SPA-afdeling voor opgeblazen. Ondertussen zit ik nog altijd in het Aalstense stadsbestuur, dat zich elke dag opnieuw inspant om Aalst goed te besturen. En dat lukt. Ik maak me, zoals heel veel Vlamingen, zorgen over de omvang en de aard van de inwijking waarmee we geconfronteerd worden. En wat dat allemaal betekent voor de toekomst. Maar tegelijk is er toch, dankzij de N-VA, begin gemaakt met een echt inburgeringsbeleid. En we moeten op die weg verder durven gaan. Wat mij betreft blijven immigratie en inburgering bovenaan de politieke agenda staan. Eigenlijk is er maar één vraag die voorligt op 25 mei. En die vraag is, hoe sterk wordt de N-VA? Wordt de N-VA sterk genoeg om zeker in de Vlaamse regering te zitten? Wordt de N-VA sterk genoeg om de dominantie van de Partij Socialist op federaal niveau te breken? Of doen we gewoon verder zoals we bezig zijn? Dat is de vraag die voorligt. Dat is de vraag waarover de kiezer zal beslissen. Dat is de vraag waarover u beslist. Als u wel in Oost-Vlaanderen woont, als u zich eerder in het Vlaamse en rechtse kamp situeert, als u geen vriend bent van Bruno Tobak, als u vindt dat inburgering en immigratie bovenaan de politieke agenda moeten blijven staan. En als u nuttig wilt stemmen, dan kan u misschien op 25 mei overwegen om wel voor mij te stemmen. U vindt me terug op de vijfde plaats voor het Vlaams parlement in Oost-Vlaanderen. Alvast bedankt.